oppermachtige alleenheerser, ook onder de profs, was de man die bijna alle titels en bijna alle records op zijn naam heeft, Art Schenk. Hij won in het allround toernooi de 500, de 5000 en de 1500 meter. En coach Anton Huiskes begeleidde hem ook op de 10 kilometer naar een toptijd. In de laatste ronde op deze rit had hij al ruim afstand genomen van Jan Bols, die geen kans meer zag de Olympische en wereldkampioen nog in te lopen. Schenk zou later 300ste van een seconde langzamer blijken te zijn dan Kees Verkerk op deze afstand, maar dat kon geen afbreuk doen aan zijn verdiensten. En dat in de dubbele betekenis, want dit weekend bracht Art Schenk een bedrag van bijna 34.000 gulden op. Bovendien kreeg hij de wereldbeker, een trofee die de beroepsliga als wisselprijs heeft ingesteld en die hij nu van toernooi tot toernooi mag meenemen.